Ik ben ook stiekem een beetje zenuwachtig. Gelukkig heb ik voor mij een draaistuk van de maan. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Zoals jullie hebben gezien in de vorige video hebben wij onze auto's klaargemaakt voor de dyno. En vandaag zijn we er dus. We zijn vandaag bij Tuning Service in Huizen. Waarschijnlijk kennen de meeste van jullie kennen dit wel. Ze zijn best wel bekend op YouTube. Maar wij gaan vandaag kijken hoeveel pk de Subaru nou eigenlijk heeft. Ik ben zelf heel benieuwd. Ik ben ook stiekem een beetje zenuwachtig, want dit is toch wel aardig belastend voor je auto. Maar het zou goed moeten gaan. Dus zometeen worden we naar binnen gebracht. Dan gaat de auto naar binnen. Gaan ze hem vastzetten en dan gaan we even een dyno run doen. Dus ik heb er super veel zin in en jullie gaan het ook zien. Nou, we zijn even aan het wachten voordat we naar binnen mogen. We hebben natuurlijk even wat opgezocht. Of in ieder geval, dit heb ik bij mijn auto gekregen toen ik verkocht. Dit zijn de nummers die mijn auto eigenlijk zou moeten draaien. Omdat mijn auto een ProDrive pakket heeft. Zou die dus 316 pk moeten hebben bij 6000 toeren per minuut. En 450 Nm koppel bij 3700 toeren. Dus, ik ben heel benieuwd of die dat gaat halen. Ik heb hier ook nog zo'n heel mooi grafiekje. Oh, dat zal wel niet autofocussen nu. En hier nog per versnelling. Ik ga zo meteen wel even vragen aan de boys binnen of dit haalbaar is. Want geen idee. Het zou moeten kunnen. Het is best wel koud buiten. Dus we gaan het zien. Het zou goed moeten gaan. Ja. Nou, zoals jullie net hebben gezien is de auto dus naar binnen gereden. En de boys van de Tuning Service die staan nu dus vast te takelen. We zijn hier vandaag dus met Bart. Die hebben we dus hier al. En Remy, die staat erachteraan. Die twee jongens die gaan de auto's gaan dus... Oh, dat is wel een goeie copyright inderdaad. Ja, die twee jongens die gaan dus vandaag de auto testen. Ik heb zelf nog een uitdraai erbij. Ik zal even met Remy naartoe lopen om even te vragen van, goh, is het haalbaar? Want ik ben wel heel benieuwd wat hij ervan vindt. Want zelf persoonlijk heb ik niet heel veel verstand van grafieken en dingen. En ik weet gewoon dat het heel hoog moet zijn. De koppel moet hoog zijn, de pk's moet hoog zijn. En als je koppeling maar niet gaat slippen, dan komt het helemaal goed, denk ik. Okay, dat is spannend. Ik vind het echt super spannend. Naomi, heb je er wel zin in? Jazeker. Nu kan ik even kijken hoe het eruit gaat zien en hoe pijnlijk het gaat worden. Of hoe pijnlijk het gaat worden? Ja, jouw auto die gaat het echt heel zwaar krijgen. Ik weet het zeker. De jongens die zijn nu, hebben ze de voorkant vastgezet. Ze stonden wel even onder indruk van mijn sleepoog, die standaard bij Subaru komt. Want dat is nogal een skinny boy. Ja, en hier staat dan, de auto staat dan op de rollen al, dus dat is super mooi. En hier zijn ze achter, aan de achterkant zijn ze bezig. Dit is natuurlijk degene waar je echt, echt vast moet. Je ziet hier ook dat ze van die grote ogen in de grond hebben. Dus dat ze zeker weten dat ze daar dus de auto goed en vast aan kunnen doen. Want ja, je wil natuurlijk niet dat hij van de rollenbank afvliegt. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
Nou, de jongens die hebben hem nu, hebben mijn auto hebben dus echt serieus goed vastgezet. En dan is natuurlijk ook het volgende om maximaal vermogen eruit te halen, is als je goede koeling hebt. Dan weet ik niet of jullie mij kunnen horen, dus ik zal wat harder praten. Maar zoals jullie zien hebben zij hier hebben ze gigantische blowers, maar ze hebben ook aparte pleintjes. En die kunnen ze dan heel gericht op de motorruimte zetten. In mijn geval heb ik dus mijn intercooler boven op mijn motor zitten. Dus dat betekent dat de motor die wordt warm en dan gaat het eigenlijk is het heel inefficiënt. Dus als ik echt efficiënt wil zijn, dan moet ik een frontmount hebben, frontmount intercooler. Maar die heb ik niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een blower, hebben ze gericht zodat het precies in mijn hoedschoep komt, waardoor dat door mijn intercooler spray heen gaat. En dan ja, de grote ventilator gedaan, dit moet genoeg koeling zijn. Mocht het niet genoeg zijn, dan heb ik ook nog een intercooler spray die we zeker even gaan gebruiken. Dus ja, ik ben echt onwijs benieuwd. Ze gaan nu de auto starten en ik denk dat ze dan voor de eerste run gaan. Nou, ik weet niet of jullie me nu kunnen horen, maar de auto is nog even aan het warm draaien. De blowers is er vol gas aan. We hebben allemaal even gehoorbeschermers op, want die rollen die maken nog een geluid. We krijgen als tip, op zich wel logisch, niet te dicht bij de rollen komen en ook niet achter de auto te komen staan. Want als er dan steentjes of wat dan ook in je band zit, die kunnen eruit schieten. En als je die tegen je gezicht gaat krijgen, nou, dat doet gewoon super veel pijn. Dus wij wachten heel even tot de auto warm is en dan gaan we voor de eerste pool. Dino te zien, is toch wel echt iets heel anders. Wat vet. Hoor je nog luid? Ja, maar ik heb dit op. Dat is binnen. Dat is binnen. Door. Kan ik zien of dat die spray werkt? Geeft het een lampje of zo? Nee, geef geen lampje. Helemaal niks. Nee, geef geen lampje. Gewoon wat op het werkt. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Kun je nu al zien wat hij heeft gedraaid? Ja. Hè? Zoveel? Dat is wat hij doet. Dat ben je niet. Ja. Ben ik zeker dat het origineel is? Nou, ik zou je even vertellen. Ik heb... Wacht, wil jij hem even vasthouden? Ik heb hier... Deze. Komt dat een beetje overheen? 450 NM. Er zit 20 pk bovenin. Wat? Hoi-ja! De stork klopt inderdaad, dat is correct. Maar bovenin doet hij inderdaad 20 HP meer. Dus mijn auto heeft dus 300... 340 om 455. Ja, dat ding is gewoon sneller dan ik dacht. Ik denk, nou dit gaat echt serieus tegenvallen. Maar kun je ook, want dit is natuurlijk... Dit is uit de motor of is het uit de wielen? Het is krukas. Dus dat is krukas. En wat jij hebt gemeten is ook krukas. Krukas, ja. En hebben jullie ook iets dat je omzet naar wielen? Wielvermogen zit op 289,8. Wow. Dat vind ik best pittig eigenlijk. Dat is goed. Ik sta helemaal vast. Hij is helemaal vast. De ik ga nog één keer proberen. Ja? Ik druk die knop er wat later in. Ik had hem nu zeg maar begin, dat doe ik al daar.
tot het eind. Kijken wat hij dan. Je kan hem ook indrukken, trouwens. Gewoon ingedrukt houden. Dan even spray. Ja, kan ook. Probeer. Oké. Nou, ze hebben net de eerste twee Dino Runs hebben ze gedaan. Boven mijn verwachting, onze verwachting denk ik. Ja, dit is echt super vet. Het briefje waar ik erbij kreeg, zoals hij al vertelde, zat op 320 pk. Nou moet ik zeggen, ik denk dat we wel heel veel koeling hebben en hij gebruikt zijn intercooler spray. Maar ik ben helemaal hyped. Zien lijkt het wel wat te kunnen doen bovenin. Maar als je intercooler het heetst loopt, dan doe het al. Ja. Super vet. Water met ethanol injectie, nog mooier. Ethanol, ja. Nou, maar dat is in de inlaat, toch? Ja. Dat helpt. Koeling is alles. Koeling is alles, ja. Ja, ik denk ook echt oprecht dat het helpt dat je nu die blower zo hebt. Ja, kijk, de koeling is nog niet eens ideaal nu hoor, maar onze duim is niet eens ingericht voor dit soort auto's. Simpel is het. Want normaal gesproken... Ja, frontmount, alles op frontmount. Ja. Ah, ja, we zien topmount niet. Nee, precies. Nee, ja, ze waren met een Mazda NPS. Enig om te zien. Vet, man. Leuk. Hij voelt heel stabiel. Top. Ik heb het even zeggen. Top. Ja, ik heb het splitter gezien, hoor. Ja, echt. Heb je wel eens een STI gehad? Ja, wel eens gemeten inderdaad. Ja. Oké. Okay. Hij voelt heel mooi glad. Ja, je ziet het ook. Er zit geen correctie, niks op. Hè. Dit is wat de echte letter doet. Super nice. Holy shit. Nou, de jongens die hebben net de auto op de dyno gehad. Omdat mijn auto dus echt de STI is, heeft hij ook een intercooler spray. En dat hebben we dus nu ook echt kunnen testen. Bij mij zit hij hier ook. Er zit de intercooler spray. En wat dat doet is dan spreekt hij dus water, letterlijk, je raadt het niet, op de intercooler. Super wijs. En dan konden we dus hier zien. Ik zal zo meteen de dyno sheet even goed laten zien. Ik weet niet of jullie dat nu op camera zien. Maar zodra je de intercooler spray dus vasthoudt, heeft hij op de top-end heeft hij wat meer power. Waar ben ik nou op geëindigd? Op 344,8 pk uit de motor. En 293,4 op de wielen. Holy shit. Naomi, wat ben je ervan? Huh? Wat denk jij? Had je dat verwacht? Nee, ik dacht minder eigenlijk. Ik ook. Maar dat is juist beter. Ja, zeker waar. Het staat hier, ze hebben het super mooi op een tablet. Ja, ik kan de jongens niet meer... ik kan ze gewoon... Ik vind het super fijn. Ja, dat sowieso. Ik hoop dat jullie dit kunnen horen trouwens. Lekker hè? Gelukkig heb ik voor mij een draaisje van de maan. Ja, dat is waar. Oh, en hij heeft het overleefd. Thank God. En daar gaat de Subi.
Nou, super fijn. We gaan nog even kijken wat Bart. Nou, dat was het weer voor vandaag. Was een superleuke ervaring. Mijn auto die heeft het echt beter gedaan dan ik dacht. Ik wil graag natuurlijk de jongens van Tuning Service Huizen bedanken dat wij op hun dyno mochten. Remy niet vergeten en Bart die hiernaast van staat. Dus, graag gedaan. Ja, het was erg leuk om jullie te mogen ontvangen hier en ja, jullie twee auto's te mogen meten. En we gaan jullie zeker denk ik terugzien na wat upgrades en aanpassingen. Is zeker de bedoeling. Wij gaan even wat sparen. Ik ga wat sparen voor wat, een downpipe waarschijnlijk. Ik denk dat dat het eerste wordt in de tune. Naomi die achter de camera staat, ja, die gaat natuurlijk voor een turbo. Ja, zeker. Dus, dikke upgrade. Sowieso. Dus, wordt veel gedaan dus. Ja. Doorpakken. Sowieso. Ja. Dus super bedankt in ieder geval. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. En ik zou zeggen, tot de volgende. Ja, tot de volgende video natuurlijk. En dan zien we jullie natuurlijk absoluut een keer terug. Zeker weten.